Zo, ik heb een hout gehaald. Dit keer voor een bedje van Stephanie. Stephanie, je bedje komt eraan. Hebben we gezaagd. We gaan het nu opschuren zodat het een beetje glad wordt en splintervrij maken. Het begint wel aardig te verslijten. Het schuren is klaar. Het beestje doet het nog heel goed. Het is nog oude apparatuur, want man is man. Heb ik ooit een keer van mijn oom gekregen. Pieter, ik maak nog altijd dankbaar gebruik van jou. Jaren geleden. Heel wat jaartjes geleden al, ja. Het schuren is klaar. Nu gaan we de stukken aan elkaar vastverlijmen. Het bouwpakketje is eigenlijk klaar. Nu kunnen we beginnen met de dingen aan elkaar bevestigen, zodat het eindelijk een bed begint te lijken. We zijn hier de daken vernieuwen. Ik vond het gewoon even leuk om daar een timelapse aan te maken. Maar nu gaan we verder met ons project. Hout hebben we gezaagd, we hebben het geschuurd. We zijn nu de stukken aan elkaar aan het verlijmen die we nodig hebben. Inmiddels heb ik zelf serre joints, of sergeant, hoe je het ook wil noemen, gemaakt. Ik heb 2 klemmetjes gehaald. Bij de ijzerboer heb ik kokerprofielen gehaald en daar gaten in geboord, zodat ik mijn eigen afstand kan bepalen. Inmiddels hebben we het al gebruikt. Ik heb al een paar panelen in elkaar. Het voeteneind en 2 keer de bodem van de lades. En we gaan nu het hoofdeind aan elkaar vastverlijmen. Nu is het natuurlijk wel belangrijk dat we met het aan elkaar verlijmen er goed op letten dat we het om en om leggen. Wat bedoel ik eigenlijk met om en om? Het hout heeft een bepaalde vorm. Hier is het duidelijk te zien. Even in focus. De houtnerven lopen zo om. Nu is het dus de bedoeling dat we de ene plank zo omleggen en de andere plank met de bolling naar boven. Waarom doen we dat? Ik ben natuurlijk weer out of focus. Zo, ben ik weer in focus. Jee. Waarom doen we dat? Anders, als het gaat kromtrekken, gaat het in één richting kromtrekken als we alles dezelfde kant op leggen. Om dat te voorkomen, leggen we de planken dus om en om. Nu gaan we verlijmen. Dat heb ik trouwens ook al in een eerder video verteld. Die video zou ik trouwens beneden in een commentaar zou ik een link plaatsen. Ik vertelde het ook omdat misschien zijn er veel mensen die denken van ik wil het ook, maar ik weet eigenlijk niet hoe en waarom. Hopelijk steken ze er wat van op. Misschien hebben ze nog wel tips en trucs voor mij. En kunnen we van elkaar leren. Nu verlijmen. Ik weet, je hebt er ook houtjes voor en kwastjes en kammetjes. Met een vinger gaat het eigenlijk net zo goed. Pak een doekje en je veegt het weer af. Dan smeer ik natuurlijk uit om het goed te verdelen over het hout, zodat het overal gaat hechten. Maar het zorgt tevens ook voor ja, dat het niet zozeer gaat druppelen als je het tegen elkaar perst. Ondertussen dat dat gaat drogen, gaan we de bakken maar alvast maken. Even fijn op maat zagen en aan elkaar verlijmen en vastschroeven. De inhammetjes voor de wieletjes. 3 mm steken ze uit, dat blijft de lade van de vloer af. We hebben het overal afgetekend, nu gaan we nog even zagen.
Dan moeten we alleen nog de handgreep van de lades en dan kunnen we het aan elkaar verlijmen en vastschroeven. Compleet. Nu kunnen we alles aan elkaar verlijmen en vastschroeven. Kunnen we gaan bouwen! Joehoe! Alleen de wieltjes bevestigen en dan is de eerste bak ook klaar. We hebben het voeteneind en het hoofdeind hebben we eigenlijk al een beetje in elkaar. We gaan nog even recht afzagen dat alles netjes recht is. En vervolgens gaan we de balken erop plaatsen. Ja, goed zo, stop maar. Dan gaan we naar de volgende. En dan kan je niet draaien. Ja, stop maar. Goed zo. Ja, goed zo. Ja, is het goed vast? Ja. Goed zo, volgende. Ja. En dan kan je draaien. Is het goed vast? Nee. Dan zijn we maar strakker. Zo strak als je kent. Zo. Ja, zo. Goed zo. Nou, goed gewerkt, jong. Ja. Yeah. Het eind en het hoofdeind is ook klaar. Alleen nog het... sterretje nog erin, dan nog geverfd worden. Nu eerst de latje zagen voor de lattenbodem en dan maken we hem zo goed als af. Laatste onderdeel nog, de lattenbodem!
Oei. Heeft het toch begeven. Zo, dus je hebt appeltaart gemaakt. Ja. Oh, dan kom ik de eerste even proeven. Ja? Ja. Nou, dan kom. Oh. Wat een mooie appeltaart, zeg. Dan laat ik maar een stukje proeven. Nee. Oh, dankjewel.